Moordaanslag direct in de uitzending. Radio Alpha. Dames en heren, ik heb u enige ogenblikken het geluid van deze mensenmenigte laten horen. Het geroep, de feestelijke verwachtingsvolle stemming op deze mooie, warme zomerdag. De strakke, blauwe hemel, de stralende zonneschijn. Stralend, zeg ik. Die wordt weerkaatst in de ruiten van het gebouw aan de overzijde van de avenue. Ik zit hier hoog en droog op de bovenste treden van de marmeren trap die naar het Nobelmonument voert, hier op het Nobelplein, waar de stoet nu elk ogenblik langs moet komen. Jazeker, elk ogenblik, zeg ik. Een feestelijke stoet dwars door de stad. Trouwe luisteraars van Radio Alpha, trouwe consumenten van de overheerlijke ontbijtkoek Luxus, die de sponsor is van dit programma, u hoort het ooggetuigenverslag van de aankomst van de admiraal in onze stad Hartsville. Nu rijdt hij door ons eigen Hartsville tussen rijen enthousiaste inwoners die niets liever willen dan het staatshoofd een warme ontvangst bereiden. Langs de hele route door onze mooie stad, op de balkons, op de daken, in de zon of in de schaduw van de palmbomen, de moerbeibomen, de acacia's en de granaatappelbomen. Weldra zullen we de indrukwekkende gestalte van de admiraal kunnen onderscheiden. Als zijn open limousine om de hoek van de avenue komt, zittend op de zwarte achterbank in gezelschap van zijn echtgenote, de burgemeester van Hartsville en diens vrouw. Radio Alpha. Straks blijven terug. Nooit meer nachtmerries. Uw dromen zijn voortaan zoet. Uw dromen zijn voortaan aangenaam. Droom zachte kleuren. Droom zaligheden. Droom op een hypnometic. Nu, komt ie. Het enthousiasme van de bevolking is zonder enige twijfel oprecht. Ondanks sommige van zijn politieke opvattingen die, en waarom zouden we dat ontkennen, dames en heren, wel eens verwarring hebben gezaaid in de gemoederen. Maar zo gaat dat nu eenmaal. Op dit ogenblik legt de admiraal de route af die de voltallige pers deze week bekend heeft gemaakt. Dwars door de stad, in het felle licht van deze zomerdag, in een verzengende hitte. Want, dames en heren, wij wonen in het zuiden en wij zijn daar trots op. De lucht zindert van de blijheid in onze overvolle, oververhitte en onze geliefde stad. En daar, dames en heren, zie ik ineens een motorfiets van de politie het terrein oprijden. Pardon, het plein oprijden met één agent. Ogenblikkelijk gevolgd door de presidentiële limousine die, het is ook altijd hetzelfde liedje, die zo hard rijdt dat ik er geen behoorlijke beschrijving van kan geven. De auto is de hoek al om en hij komt recht op ons af. De admiraal groet de juichende menigte met beide armen hoog geheven en een stralende lach op zijn gelaat. Zijn echtgenote lacht en groet en de burgemeester en zijn vrouw groeten en lachen en de chauffeur. Maar de lange zwarte limousine is al bij de voet van het monument. Daar ver beneden mij rijdt hij voorbij. Maar de admiraal grijpt naar zijn hoofd. Het lijkt op zijn pijn. De auto vermeerdert plotseling vaart. Er komt politie aanrennen. De admiraal wankelt. Hij valt neer op de achterbank. Ik weet niet wat er gaande is. God. Maar de auto is al een heel eind verderop. Hij verdwijnt onder de brug van het kanaal. En daar beneden mij, op de lage marmeren muur in de felle zon, de weerkaatsing van... Hallo. Hallo Fuller. Hallo Fuller. Hoor je me, Fuller? Ik heb er niets van. Maar ik heb toch niet de indruk dat er een storing is, hè? Bob, luister eens, ik neem de uitzending nu over. Neemt u microfoon 2 maar, denk ik. Ja. Microfoon 2, ja. Kan die? Over is komt met weer de uitzending. Oké, 3. Luisteraars, ik hoop dat Fuller spoedig weer aan de lijn komt en zijn reportage kan hervatten.
Een reportage, dames en heren, die plotseling een dramatische wending heeft genomen. Wij van de redactie, we zijn verbijsterd en evenzeer geschokt als u allen. We weten niet wat er precies is gebeurd, we weten niet meer dan u. We proberen weer contact te krijgen met het Nobelplein. Blijft u alsjeblieft aan uw toestel en heb nog even geduld. Ik denk dat we spoedig in staat zullen zijn onze uitzending te hervatten en u natuurlijk op de hoogte te stellen. Wat lazert. Stop er ogenblikkelijk mee. Zend tot verdomme iets toepasselijks uit. Ik zal het luiken opzetten, meneer Grimm. Ja, dat is goed. Nou, wat is er aan de hand? Is voeder ziek geworden? We begrijpen er ook niks van, meneer Grimm. De lijn is in orde. We weten niet wat er met hem is gebeurd. Hallo? Voeler? Hallo? Hallo, Voeler? Hallo, hier spreekt Ernst, de chauffeur van nummer 3. Hallo, hoort u mij? Ja, ik versta je, prima. Wat is er aan de hand? Wat is er met Voeler gebeurd? Ja, weet ik niet. Ik zat beneden in de wagen, geparkeerd langs het trottoir, weet je wel. Ineens liet hij de microfoon in de steek en begon te rennen naar beneden. Dwars over het grasveld, als een gek. Hij gaf me geen eens een seintje of zo. Maar waar ging hij dan naartoe? Ja, dat weet ik toch niet. Hij rende in de richting van het kanaal, zo hard of hij kon. Het was vlak na de schietpartij. Ja, ik weet niet wat hij gezien heeft. Hij rende als een krankzinnige. Maar hij had zijn bandrecorder toch wel bij zich? Die heeft hij altijd bij zich. Hallo, Ernst. Hier Grimm. Wat is het allemaal voor flauwekul? Hoe kom je daar terecht? Je hebt de opdracht gekregen om naar het plein van de vrijheid te gaan. Dat heeft Voeler op het laatste moment veranderd. Hij zei, kom op Ernst. Nobelplein. Nu meteen, we gaan verkassen. Hoe komt hij daar nou bij? Ja, maar dat weet ik toch niet. Ik geloof dat hij een telefoontje gehad heeft in het Café van de Vrijheid. Hij kwam op een holletje terug en hij zei tegen me, kom even Ernst, Nobelplein, nu meteen. We gaan... Ja, goed, daar komen we later wel op terug. En wat heb jij gezien? Zien? Ik? Ja, van de aanslag. De aanslag? Oh, God allemacht, dat is schoten. Ja, wat is er gebeurd? Dat weet ik toch niet. Ik heb wel schoten gehoord. De auto's zijn er met een rotvaart vandoor gegaan. Iedereen begon te schreeuwen. De politie is bezig om alle straat af te zetten. Ze gaan alle huizen... Ernst, luister naar me, Ernst. Je gaat nu het volgende doen. Jij gaat ogenblikkelijk kijken wat er van Voeler is geworden. En je dwingt hem om aan de microfoon te komen. Begrepen? Maar ik kan mijn wagen toch niet onbeheerd achterlaten in die mensenmassa. Ze zullen... Jij laat je wagen staan en je haalt Voeler en vlug een beetje. Wat staat er op dit moment op de zender, mensen? Ogenblikje. Radio Alpha. Zaterdag en zondag maar één programma. En heeft die Voeler jullie niks gezegd toen hij wegging van het Vrijheidsplein? Nee, niks. Alleen Nobelplein, we gaan verkassen. Geen verdere uitleg? Nee, geen verdere uitleg. Schakel dan maar terug naar de wagen. Goed. Die jongen heeft een fijne neus, dat moet ik zeggen. En dat voor een beginneling in de uitzending. Meneer Grimm? Ja? De chef informatie verzoekt u dringend naar boven te komen op zijn bureau. Ik kom. Als Voeler aan de lijn komt... Verbind je hem ogenblikkelijk door naar mij. Oké. Okay. Oh ja, dat vergat ik nog even. Stuur nummer 1 naar het ziekenhuis en daarna naar het hoofdbureau van politie. Is dat gebeurd, meneer Grimm? Ga zitten. Dank u. Zeg, wat hoor ik? Grimm, een aanslag op de admiraal? Nou, meneer Hobby, hebt u dan de uitzending niet gevolgd? Oh, nee, beste jongen. Die ellendige papierwinkel. Mijn hoofd loopt om. Ik heb hem afgezet. Ik zal nu even luisteren. Oh, nou ja, nog niks. Meneer Hobby, Voeler was ooggetuige. Oh. Een moordaanslag in de uitzending. Ah, dat is heel bijzonder, Grimm. Dat is heel bijzonder, mijn compliment. Dus die vreselijke geschiedenis heeft zich afgespeeld op het Vrijheidsplein? Juist niet, helemaal niet. Huh? Voeler is naar het Nobelplein gegaan. Het Nobelplein? Hoe komt hij daar nou bij? Ja, het schijnt dat hij plotseling van idee is veranderd. Nadat hij een telefoontje kreeg in een café vlak voor... Een telefoontje? Van wie? Ik heb geen idee. De chauffeur wist ook voor niets. De chauffeur? En wat zegt Voeler zelf? Ik heb Voeler nog niet kunnen bereiken. En kun jij mij vertellen waarom niet?
Waarom niet? Fuller is verdwenen. Verdwenen? Verdwenen. Ernst heeft zojuist weer gebeld. Hij heeft Fuller niet kunnen vinden. Oh. Hij blijft verder wachten op het Nobelplein. Direct na de schietpartij is hij weggerend. Hij heeft alles in de steek gelaten. Hij is naar beneden gelopen in de richting van het kanaal. Ja, ik denk dat hij iets belangrijks heeft gezien. Iets of iemand, ik weet het niet. Misschien een getuige. En hoe lang duurt dat nou al? Een minuut of 7, 8, denk ik. Nou ja, wat kan die jongen nou voor kwaad? Is er nog nieuws over de admiraal? Tot op heden nog niet. Ik zal nog even proberen. Radio Alpha. Bekijk uw wensen en verlangen eens met nieuwe ogen. Doe mee met de nieuwe trend van de bestedingsbeperking. Denk minder om beter te denken. Het universele van het minimale wordt dan uw deel. Ja, nog steeds niks. Wie is hem eigenlijk gaan roepen in de wagen? Iemand van het café? Ja, maar hoe moet ik dat nou weten? Zelfs Ernst... Een communiqué van het ziekenhuis. De toestand van de admiraal is kritiek. Hij wordt op dit ogenblik geopereerd. Dit bericht moet worden uitgezonden. Nummer 1 bevindt zich ter plaatse en verzoekt om zendtijd. Eerst het communiqué de lucht in, dan krijgt hij het woord. Zegt die Fuller, die is toch pas kort in dienst, hè? Inderdaad, ja. Dit is zijn tweede opdracht. Verleden zondag heeft hij het gala van de lach verslagen. Maar dit is eigenlijk zijn eerste echte reportage. En ik moet u zeggen, hij brengt dat er niet gek vanaf. Voor een beginneling. Nou ja, de vonken spatten ervan. Alsjeblieft, een moordaanslag in de uitzending. Goeie beurt voor Radio Alpha. Maar zoiets gebeurt niet alle dagen. Nou, nog even proberen, hè. Hallo, hallo. Ah. Studio. Hier spreekt Ford. Ik sta hier in het Jacobson ziekenhuis waar zo'n 12 minuten geleden de presidentiële auto met grote snelheid naar binnen is geweest. Oh, dat duurt zo al een kwartier. Zeg, die Fuller die heeft er wel zijn bandrecorder bij zich, hè? Ja, heeft hij altijd. Nou ja, dit kan wel af. Hier is Fuller. Ik verbind die door. Hallo, met Fuller. Hoort u mij? Ja, luid en duidelijk. Fuller, waar zit je? In een bar in Zuid. Ja, ik had eerder willen bellen, maar dat was onmogelijk. Hij heeft me tot nu toe aan één stuk doorgelopen. Mm-hmm. Ik vroeg me af of dat er lang door zou gaan, maar gelukkig kreeg hij dorst. Hij stond eerst nog wat te aarzelen voor de deur, maar hij kon niet meer, dus hij ging naar binnen. Hij zit nu whisky te drinken. Fuller, wie is die hij? De kerel die ik al van het Nobelplein achterna zit. En hij loopt stevig door, laat ik u dat wel vertellen. En dat met die hitte. Het is niet eenvoudig om hem bij te houden. Er twijfel was er niet bij, dat komt trouwens niet in me op. Ja, ja. Want ik rende al achter hem aan toen het pas op me doordrong dat ik mijn microfoon had laten vallen. Maar tegelijkertijd dacht ik dat het verdomd veel interessanter zou zijn wat ik over hem kon zeggen dan wat ik daar op dat plein te melden had over opgewonden politieagenten die links en rechts op fluitjes En de hooi en de gras mensen oppakten in plaats van de goede kant uit te lopen, zoals ik. Ja, maar luister eens even. Ik moet zeggen dat ik gepoft heb. Ik zat zo hoog. Ik had het mooiste overzicht dat je je maar kon denken. Uniek. Ja, maar wie had jou... Bovendien keek ik toevallig net op het goede moment in de goede richting. Maar ja, zonder geluk vaart niemand... Ja, maar wat voor goede richting? Waar heb je het in godsnaam over? In de richting van het kanaal natuurlijk. Ik keek naar links. Ja, ik denk dat het een weerschijn was die me opviel. Een soort bliksemflits. Een straal zon op het metaal op het moment dat hij is omhoog bracht. Welk metaal? Ja, het wapen. Wat hij ermee gedaan heeft, dat weet ik niet. Waarschijnlijk in het kanaal gegooid, maar hoe dan ook... Toen ik hem weer in de gaten kreeg op de boulevard aan de andere kant van de tunnel, had hij hem niet meer. Mm-hmm. Er was verrekt kalm voor iemand die pas iets dergelijks gedaan heeft. Nog geen 2 minuten nadat Gedaan heeft? Geschoten op de admiraal, godsamme. Zeg, Fuller, ben jij gek geworden? Wat vertel je me nou? Ik heb het toch gezien? Ik ben niet kippig. Ik ben de enige die het gezien heeft. Omdat ik zo omhoog was gekomen, dat heb ik u toch al gezegd. Ja. En ik weet zeker dat ik de enige ben, want hij wordt door niemand anders achterna gezeten. Bovendien toen ik hem weer in de gaten... Maar waarom ben je er zo van overtuigd dat hij het is? Ik weet het absoluut zeker. Hij is aan de kleine kant. Brede schouders, een beetje een buik, stroot op. Ik stond op nog geen 100 meter afstand van hem. Nou goed, ik heb de boulevard genomen tot aan het station. Toen sloeg hij rechtsaf. Wacht. Hij wenkt de barman. Ik moet vlug sluiten nu. Boxersneus, dubbele kin, fonkelende zwarte ogen, verkreukeld beetje kostuum, das. Hij staat op, ik... Nee, Fuller, waar zit je? Waar ga je naartoe? Hij gaat nu naar buiten. Ik zweer het nu, ik zoek wel weer contact. Nee. Zo gauw ik de kans krijg. Fuller! Fuller heeft opgehangen. Ja. Er is een communiqué van de politie. Oh. Het luidt als volgt. Men heeft al enige belangrijke getuigen gevonden. Men is de dader van de aanslag op het spoor. Goed, zend maar uit. Alleen het communiqué natuurlijk.
Die man is krankzinnig. Wie gaat er nou urenlang achter de eerste de beste aan hollen? Is toch belachelijk? Wat voor bewijs heeft hij... Ik kan dat toch niet zomaar goed vinden. Slaat toch op niks. Hoe kan ik dat nou toch goed... Grim, zeg toch iets. En als hij het nou eens goed heeft gezien? Goed gezien? Goed, stel. Stel dat hij het goed heeft gezien. Maar dat heeft gevolgen. We hebben het recht niet om zo... Hij moet ophouden. Stuur iemand om hem te zoeken. Waarschuw de politie. Die is al iemand op het spoor. Ach, schijt toch uit. Binnen! Dokter Hobby, de directeur programma's verzoekt u dringend bij hem op kantoor te komen. Oh, ja, oké. Grim, jij geeft alle berichten direct door. En je doet niets. Eerst eens even horen wat hij te zeggen heeft en denk erom. Je doet niets. Daar zitten, Hobby. Dank. En luister goed. Alles is effectbejag. Ik ben van alles op de hoogte. Ik heb alles vanaf het begin op de voet gevolgd. Ik heb zo even naar jouzelf geluisterd. Wel nu, ik ben het absoluut niet met je eens. Ik ken Fuller. Hij is nu gerecommandeerd door vertrouwenslieden en ik persoonlijk heb hem laten aanstellen. Het is een betrouwbare jongen, misschien een tikje verward, iets te enthousiast, maar betrouwbaar. Ik ben er zeker van dat hij op de goede weg is. Maar meneer Itch... Ik weet wat je wilt zeggen, Hobby. Of dit individu is de dader en dan moet hij onverwijld worden uitgeleverd aan de bevoegde instanties. Of hij heeft niets met de aanslag te maken en Fuller maakt zich onsterfelijk belachelijk. Dat Fuller zich belachelijk maakt, is niet van belang. Hij heeft dan in elk geval getoond dat hij handelend kan optreden. En daar gaat het om bij een reporter. Juist, ja. Zo'n moordaanslag maak je maar eens in de 20 jaar mee. En dan een ooggetuige. Denk je de doorsnee luisteraars in? Wat een toeval. En dat op een route van 15 kilometer dwars door de stad. Nou dan. Fuller staat daar met zijn microfoon in de hand. En de fatale schoten worden op hetzelfde moment in miljoenen huisgezinnen gehoord. En dankzij wie, Hobby? Dankzij wie? Fuller. Een communiqué van het ziekenhuis, zojuist ontvangen. De admiraal is om 12:40 overleden zonder bij kennis te zijn gekomen. Zend het uit. Post 1 meldt zich opnieuw vanuit het ziekenhuis. Verbind hem regelrecht door met de zender. Ja, eens even luisteren of hij nog wat te zeggen heeft. Hoort in het Jacobson ziekenhuis. Het is wel een tragisch ogenblik waarop ik weer in de uitzending kom. De chefarts van het ziekenhuis heeft ons enkele minuten geleden officieel het treurige nieuws medegedeeld. Iedereen hier is als met stomheid geslagen. Ik zie mensen op de binnenplaats huilen. Een oude vrouw naast me snikt het uit. Ja. Terug te komen op Fuller. Zoals de zaken er nu voor staan, kunnen we zijn verhaal niet uitzenden. Laten we wachten tot we weer van hem horen. Als het spoor dat hij volgt goed is, en ik ben geneigd dat te geloven, dan monteren we zijn reportages, we smukken het wat op, we dikken het wat in. En dan moet je eens kijken, dat wordt een sensatie. Maar meneer Itch... Een sensatie. Wat zeg je, Hobby? Ja, toch is er een heel vervelend probleem. Daar kom ik nog op terug. Zonder enige twijfel heeft de informant de bedoeling gehad dat ons netwerk als enige de schoten zou uitzenden. Daaruit moeten we dan weer concluderen dat zijn organisatie het initiatief van Fuller met leden ogen aanziet. Vooropgesteld natuurlijk dat Fuller het inderdaad bij het rechte eind heeft. Wat ik trouwens geloof. En dus, Hobby, loopt Fuller op het ogenblik meer gevaar dan jij wel denkt. Ja, nee, precies. Reden te meer om hem zo gauw mogelijk terug te halen. Heb jij dan een idee waar hij op het ogenblik is? Nee, maar hij kan elk moment bellen. We hoeven hem maar te sommeren. Hobby, van mij krijgt hij de opdracht om door te gaan.
Nieuwsgierigheid en initiatief hebben met elkaar te maken. Het is een goede gedragslijn om durf en lef te stimuleren. En wij lopen geen enkel risico. Communiqué van de politie. Eén verdachte is gearresteerd. Hij wordt op dit ogenblik op het politiebureau Noord ondervraagd. Uitzenden. Nou maar eens kijken wat het wordt. De korte dikke van Voeler of een lange magere intellectueel of zo. En als ze die intellectueel nou eens vasthouden... Oh, een verdachte is nog geen schuldige. Even afwachten. Ja, waarom belt hij nou niet? Hij heeft geen idee wat er op het spel staat. Ja, misschien heeft hij hem wel uit het oog verloren. Nou, ik ken Voeler. Hij is oplettend, uitgekookt, gek op zijn werk. Nee, die laat zich niet belazeren. Voeler weer aan de lijn. Ik verbind u door. Hallo. Hallo, hier Voeler. Hier Itch. Zeg het maar. Ah, meneer de directeur, moet u horen. Het is niet te geloven. Maar ik weet dat u mij gelooft. U gelooft me toch, hè? Ik geloof je, Voeler. Ah, ik kom net uit de bioscoop. Hij is nog binnen. Huh? Ja, het is logisch dat ik binnen niet bellen kom, maar hier in de hal wel. Ik was hem bijna kwijt toen hij hier naar binnen ging. Ik was er niet op bedacht. En om ineens dat besluit. Huh? Ik dacht dat hij de hoek was omgegaan, maar ik was nog net op tijd en ik zag hem naar binnen gaan. Daarvoor gebeurde er eigenlijk niks bijzonders. Als u wilt dat ik terugkom... Nee, Voeler, geen kwestie van doorgaan. Dit is een bevel, doorgaan. Oké. Omdat ik in de zaal niet kon bellen, heb ik een opname gemaakt. Luistert u maar. Handig, zo'n klein apparaatje. Ogenblikje, daar komt ie. Wat is dat? Ik ben gaan zitten. Op een van de laagste rangen. Ik moet heel zacht praten. Ik kan nog niet veel zien in het donker. Nu gaat het beter. Oh, don't make me kill you. Ik zie mijn paar rijen voor me zitten. Er zitten maar heel weinig mensen in de zaal. They're all gone. Hij kijkt naar het doek. Voelt zich onveilig. Hij zit daar als een gewone toeschouwer. Tried that once before and you couldn't do it. Hij zit ineens te draaien. You have to do it. Hij staat op. But you won't. Was het? Ik ben hals over kop de zaal uitgerend, maar valt alarm. Hij zit nog binnen. Ja, misschien blijft hij daar wel tot het eind van die film. Maar dat zal nog een minuut of 10 duren. Ik heb die film vorige week al gezien. Ik blijf in elk geval aan de lijn tot... Wacht, daar is hij. Hij komt de deur door. Hij steekt de sigaret aan. Hij bekijkt de foto's die in de hal hangen. Hij gaat naar buiten. Ik hang op. Ik bel zo gauw ik de kans krijg. Voeler heeft opgehangen. Goed, u krijgt nadere instructies. Even luisteren. Als ik nog wat mag zeggen, meneer. Ja, ga je gang, Hobby. Zeg het maar. Volgens mij heeft die man niets met de hele zaak te maken. Voeler verknoeit zijn tijd. En gevaarlijk is het ook niet. Niet voor hem en niet voor ons. Zelfs als dat zo is, dan nog kunnen we zijn geluidsbanden gebruiken. Een vaag verhaaltje om de fragmenten aan elkaar te breien. Een goede montage en we hebben voor weinig geld boeiende suspense. Het gaat om de mixage, Hobby. Documentaire en fictie. Oh, misschien komt daarna de spot nog nieuws. Verontruste ouders. En jullie jongeren die de wereld wilt hervormen. Instituut Rebel Smash bezorgt je de ideale werkring. Scherpschutters, brandstichters, bommengooiers. En ieder vindt wat hij zoekt. Nee, dat kan weg. Binnen. Professor Itch, de chef publiciteit verzoekt u direct bij hem op kantoor te komen. Daar zou je het hebben. Hobby, zorg dat alle communiqués direct bij ons komen. Ja, en maak je niet zo doodongerust. Hè? Nee, maak je niet zo doodongerust. Ja, binnen. Meneer Donner. Ja. Itch. Ga zitten en luister. Dank u wel.
Ik ben vanzelfsprekend op de hoogte van alles. De live reportages van Fuller en al het andere. Ik heb je net gehoord, ik heb meegeluisterd en mijn reactie op het geheel is volkomen in tegenstelling met de jouwe. Fuller moet ophouden met die flauwekul. Flauwekul? Maar met de jobber... Precies, flauwekul. Ik ben bijzonder kwaad over dat eigenmachtige gedoe, mag je best weten. En als hij straks weer belt, en dat doet hij volgens mij, dan sommeer ik om ogenblikkelijk hier terug te komen. En als hij niet gehoorzaamt, dan laat ik hem oppakken. Ook al zegt hij niet waar hij zich bevindt. Ik heb daartoe de mogelijkheden, vergis je niet. Ik hoop alleen dat het niet te laat is. Te laat? Vreest u werkelijk voor zijn leven, hè? Ja, ja, inderdaad. Op dit punt ben ik het met je eens, Itch. Ik heb alle reden om net als jij aan te nemen dat Fuller op het goede spoor zit. Ja, nietwaar? Dat vindt u dus ook. Zoals u en ik Fuller kennen, zou Itch, nooit... ik heb die Fuller nooit gezien of gehoord, maar vandaag hoor ik ineens over niets anders. En dat is meer dan me lief is. Ja, maar ik begrijp u niet. Als u moet ik nou alles twee keer zeggen? Dit is niet het moment voor een diepgaand gesprek. Ben je dan alleen maar bezig met indruk maken op die arme hobby? Het moet je eens en vooral nog eens een keer duidelijk aan je verstand worden gebracht, Itch. Onthoud dit. Vanaf de laagste golflengte, de man in de straat, een Fuller, tot en met de hoogste golflengte, de top zal ik maar zeggen, geldt maar één vuistregel. Op je eigen golflengte zend je aan je mensen alleen dat uit wat begrijpelijk voor ze is. Dat geldt van hoog tot laag. En dan heb ik het over horizontaal. Mm-hmm. Ben ik zo duidelijk genoeg, Itch? Ja. Je zendt gangbare dingen uit die van tevoren zijn overeengekomen en maar voor één uitleg vatbaar zijn. Hobby, op zijn 20e verdieping, heeft een beperkt zicht op de gang van zaken. En jij, ook al zit je dan 10 verdiepingen hoger, vangt maar een fractie op van onze frequentie, die voorzien is van de nieuwste technische apparatuur. Wij aan de top ontvangen alles. Begrijp je? Alles. We schriften, verleggen soms accenten en geven de berichten heel zorgvuldig vrij. En die verticale doorstroming die jij zo graag tot stand wil brengen, die vereist discretie en toewijding van iedereen. In het belang van ons bedrijf. In het belang van ons netwerk. Ja. Ik zal het kort maken, Itch. Ja. Jij hebt je in je vingers gesneden met dat verkiezingsschandaal. Je hebt je toen onsterfelijk belachelijk gemaakt. Maar je krijgt van mij nog één kans. En vergeet vooral niet dat dat verticale principe in twee richtingen werkt. Je kan er ook mee op je bek vallen. Ja. En nog even over Fuller. Ik heb gezegd dat ik hem niet ken. Als ik dan toch zeg dat hij op de goede weg is, dan komt dat door... Fuller is er aan de lijn. Ah. Ik verbind u door. Hallo. Hallo, ik sta in een telefooncel tegenover de kerk. Ik hou de twee ingangen in de gaten. Het is niet Fuller, ik moet met je praten. Ik versta als niks. Luister, Fuller. Je spreekt met Jobber. Ik versta geen moer. Ik zit in tijdnood, dus ik rapporteer maar gauw. Ik heb een tijdje achter hem heen gezeten, op de boulevard. En toen is hij overgestoken en zo de kerk ingelopen op de hoek van het park. Ja, ik natuurlijk ook. En toen... Dat vertel ik trouwens straks wel. Hij kan elk ogenblik die kerk weer uitkomen. Luister liever naar mijn tape. Fuller, ik gelast je om... Het middenschip is op dit uur zo goed als verlaten. Wat zullen we nou hebben? De enige activiteit die plaatsvindt... is de organist die aan het oefenen is. De eerste rij zitten er twee oude vrouwen... geknield... te bidden. Een ander vrouwtje draagt een brandende kaars... naar een zijaltaar. Hij zit op een stoel aan de rechterkant. Hij zit doodstil. Ik heb hem verborgen achter een pilaar. Dus ik loop niet de kans dat hij me ziet. Hij maakt trouwens niet de indruk dat hij zich zorgen maakt... over een eventuele achtervolging. Hij heeft wel last van de warmte. Hij haalt zijn zakdoek tevoorschijn en veegt zijn voorhoofd af. Last. Hij zal ook wel moe beginnen te worden. Hij staat op. Hij komt bij de zijbeuk... Luister, dit is een bevel. Wat? Wat zegt u?
Fuller, dit is het bevel. Luister naar me. U bent bijna niet te verstaan. Fuller, ik sommeer je om terug te komen, brutale vlerk. Doorgaan met mijn werk? Nee, hier komen. Ik wil dat je onmiddellijk hier komt. Kijk, hij komt naar buiten toe. Hij zet zijn hoed weer op. Hij loopt de trappen af en hij is nou weer op de avenue. Hij loopt terug. Hij loopt terug naar het centrum. Hij heeft opgehangen. Ja, wacht op instructies en verbind me ogenblikkelijk door met Dämpfer. Hier ben ik, meneer Jobber. Ja, Dämpfer. Ga ogenblikkelijk met alle wagens op zoek naar Fuller. Je neemt alle avenues van 1 tot 15 district Zuid, benevens alle dwarsstraten. Je patrouilleert totdat je hem gevonden hebt en dan overmeester je hem en brengt hem naar een veilige plaats. Begrepen, meneer Jobber. Naar het centrum. Dezelfde weg terug. Terug naar het centrum. Hier een politiebericht. De ambtenaren die belast zijn met het onderzoek hebben thans het bewijs in handen dat de gearresteerde verdachte ook inderdaad de moordenaar van de admiraal is. Het moordwapen werd in zijn woning aangetroffen. De naam van de man is Leonard Newborn. Hij wordt onverwijld naar het hoofdbureau van politie overgebracht. Ja goed, zend maar uit. Post 2 meldt zich vanuit het hoofdbureau en verzoekt te mogen uitzenden. Goed, maar eerst het politiebericht. Itch, de politie blijft bij zijn verdachte. Maar Fuller kan toch niet... Goed, Itch, hou jij maar voet bij stuk. Maar laten we even luisteren naar de lagere regionen. Radio Alpha. Een mens loopt warm voor niets. Een mens raakt verhit door gedachten. Geen ouderwetse ideeën meer. Geen overbodige gedachten meer. Balsam Monopol neemt alle problemen weg. Balsam Monopol. Ik spreek nu vanaf het hoofdbureau van politie. Er heerst hier momenteel grote opwinding. Het politiebericht dat u zojuist hebt gehoord, werd hier zowat 5 minuten geleden afgegeven. En het wachten is nu op de wagen met daarin de man. En nu, zoals beloofd, een echo van de hogere regionen. Jij vraagt je heel terecht af wie Fuller de inlichting heeft verstrekt waar de aanslag gepleegd zou worden. Wel, Itch. Dat was ik. U? Ik, ja. Meer zeg ik niet. Maar houd dit goed voor ogen. A. Het welzijn van ons netwerk. B. De groei van het aantal luisteraars. En C. Onze winstmarge. Zo. Dat is voldoende verticale doorstroming voor vandaag. Details zijn onbelangrijk. Dat Fuller ineens de grote held is geworden, was niet ingecalculeerd. Ik zal de gevolgen proberen te voorkomen. Zo, Itch. Doe er je voordeel mee. En doe me een plezier en laat me nu alleen. Ik moet even nadenken. Ja, ga maar. Ja? Kolonel Kazuki, ik moet u dringend spreken. Ik wacht, Chopper. Alle mededelingen regelrecht naar de president. Fuller zoveel ijver aan de dag legt. Dat is al een meerdere glorie van het radiojournaal. Dat Fuller net in de goede richting keek op het kritische ogenblik vind ik prima.
En dat hij die man een uur geschaduwd heeft, is ook heel mooi. En dat hij nu op het punt staat iets te ontdekken dat wij liever voor ons hadden gehouden, dat laat u toch zeker niet onverschillig, dacht ik. Jobber, laten we ons aan de afspraak houden. Ik had zo even monsieur aan de lijn en hij denkt er net zo over. Wij hebben gezorgd voor de middelen en zij hebben ons keurig op de hoogte gehouden. Het succes van hun actie in ruil voor de uitbreiding van ons netwerk. Het is een keerpunt in de geschiedenis van de massamedia, jobber. De media worden oppermachtig en maken het nieuws. Bovendien verzekeren wij ons van het exclusieve recht tot heruitzending. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Wat een lucratieve business. Jawel, kolonel, maar... Mensen met grieven zoeken geen steun meer bij de van ouds bekende organisaties. Van nu af aan krijgen ze van ons veel meer service. Er gebeurt voortaan niets belangrijks meer. Of wij zijn er vanaf het begin af bij. Ja, kolonel. Je moet de dingen breed zien, jobber. En dit is pas het begin. Wij manipuleren de geschiedschrijving. Maar om bij het begin te blijven, iedereen kan tevreden zijn. Er komt een officiële bekendmaking met een officiële schuldige. De gewone gang van zaken dus. Maar de gewone gang van zaken wordt doorkruist als een opgewonden standje als voeler de kans krijgt om de officiële bekendmaking aan te vechten. En daar ben ik zeer op tegen, kolonel. Hij heeft gezwegen over het telefoontje in het café. Maar of dat zou lukken als we hem uitleggen... Wat bedoel je? Nou, heel eenvoudig. Kijk, hij is de enige die de ware schuldige kent. Sinds wanneer is één getuige voldoende? Ja, daar heb ik ook aan gedacht, maar... Maar wat? Een vermoeden, kolonel. Laten we zeggen, intuïtie. Zeg het dan. Vooruit. Kijk, toen de man de kerk uitkwam, is hij teruggelopen. Richting centrum. Nou en? De officiële schuldige is ook op weg naar het centrum. Wat zou dat? Wat wil je nou? Hun wegen zullen zich ergens kruisen. Volgens mij is Voeler er vlakbij. Hij weet nog van niets en is dus nergens op voorbereid. Dat is voor hem een donderslag bij heldere hemel. Hij zal het absurde van de hele situatie inzien. En tot de slotsom komen dat het ene individu vervangen wordt door het andere. Mm-hmm. Hij zal het niet begrijpen, maar hij gaat het wel op de band inspreken. Mm. Godzijdank zit hij niet direct in de uitzending. Maar daarna dringt het tot hem door. En dan is hij de enige die de waarheid kent, kolonel. Alhoewel hij niets te maken heeft met de afspraak. Complot, zal ik maar zeggen. Daar staat hij volkomen buiten. Ik zie nog niet in hoe... Nou, laten we even luisteren. Het zal nu niet lang meer duren. Er staan hier zeker 50 mensen in de hal van het hoofdbureau van politie. Voor het merendeel fotografen. Allemaal met de camera in de aanslag voor het ogenblik waarop de auto met de moordenaar tot stilstand zal komen. Ik ga dat vermoeden van jou delen, jobber. Het lijkt me urgent om Voeler van zijn spoor af te brengen. Hij mag niet op het hoofdbureau verschijnen. Hij mag daarvoor geen prijs naar binnen. Stuur Dempfer achter hem aan. Dempfer is al bezig met zoeken. Alleen in District Zuid. Tenzij die op hetzelfde idee gekomen is als ik. Dan moet je er zelf achterheen. En wel meteen. Voeler meldt zich vanaf het hoofdbureau van politie. Oh, ik ben bang dat we te laat zijn. Geef maar door. Hallo, met Voeler hier. Wat er nu gebeurt is niet te geloven. Ik heb de laatste vrije telefoons al weten te bemachtigen. Je gelooft je ogen niet. Hij ging het politiebureau binnen en niemand vroeg naar zijn papieren. Ik geloof zelfs dat een bewaker hem wenkte. Zijn taxi stopte vlak voor de ingang. Die had hij genomen kort nadat hij uit de kerk kwam. De mijne kwam er vlak achteraan. Ik had geluk. Ik was er bijna kwijtgeraakt. Toen ik hier uitkwam, liep hij de trappen op. Nu staat hij daar. Tussen ongeveer 50 nieuwsgierige mensen te wachten op God mag weten wat. Ik zie veel fotografen. Ik wist niet goed of ik nu zou opbellen of niet. En haast had ik keihard geroepen dat hij hier stond. Dat hij het gedaan had. En toen zag ik die lege telefoon staan en ik dacht, ik ga door. En ik dacht, nu ga ik ze waarschuwen. Een eind verderop in de hal zie ik Fort staan. Hoe dan ook, een van de jongens heeft vast een directe lijn naar de uitzending. Maar wacht even. Wat gek. Ik zie een heleboel politieagenten naar de deur lopen. Een auto. Voeler heeft afgebroken. Dat is mooi.
Dämpfer is dus toch op hetzelfde idee gekomen. Net op tijd. Net op tijd? Ik ben er nog niet zo zeker van. Oh, jawel. Dat merkt u straks wel. Luister maar. Het loopt de trap op. Het is een lange blonde jongen. Rood wagen, doodsbleek. En hij staat tussen vier politieagenten in. Met daarachter nog een paar inspecteurs in burger. Nu zijn ze in de hal. Newborn kijkt schuw en neerslachtig voor zich uit. Hij is in hemdsmouwen. Hij heeft handboeien aan. Ik zie een wond op zijn rechterwang. Een beetje bloed. Ze komen dichterbij. Ze lopen vlak langs ons. Maar, wat gebeurt er? Het is niet te geloven. Ja, en dan? Ja. Mooi. Ja. Newborn is in elkaar gezakt. Ik kan hem niet meer zien. Hij is het middelpunt van een grote consternatie. Een man aan de rechterkant drong zich naar voren, zwaaiend met een revolver. Niemand zag kans om hem tegen te houden. Hij begon meteen te schieten. Er komen mensen met een brancard. Het is allemaal zo vlug gegaan dat niemand... De moordenaar is ontwapend. Twee agenten houden hem vast, maar hij doet geen enkele poging om te ontvluchten. Hij kijkt strak voor zich uit. Er is geen emotie te zien op zijn gezicht. Het is een kleine, dikke man met een zware buik. Hij heeft een boksersneus, zwarte, felle ogen. Zijn strohoed is op de tegelvloer gevallen. Hij wordt vertrapt. Iemand raapt hem op. Hij staat daar maar. Roerloos, doodkalm, alsof hij er allemaal niets mee te maken heeft. Nog meer politieagenten komen aanlopen. De inspecteurs slepen hem in de richting van de trap. De fotografen volgen hem. En het mitrailleurvuur van hun driftige hanterende camera's overstemt elk geluid. Ik zie nu nog alleen maar zijn rug. Hij loopt, eind van de hal linksaf. Dan is hij verdwenen. Mm-hmm. Zo. De vervanging is gelukt, jobber. Je had het bij het rechte eind. De vervanging van de ware dader door een namaak. Ja, dat heeft de namaak dan wel de kop gekost. Nou ja, onze man, of beter gezegd het dikke mannetje van monseigneur, zal doorgaan voor de wrekende gerechtigheid. En dat wordt hem zeker vergeven. Oh, heel zeker. Tja, ik had er toch eerder aan moeten denken. Toen het bericht werd vrijgegeven dat de moordenaar was gevonden. Nog even, hè, Fuller had de kattenbel aangebonden. Wat zijn die mensen toch vindingrijk en wat hebben ze het schitterend ten uitvoer gebracht. Is enig wantrouwen hier niet op zijn plaats? Wantrouwen? Nee, ik dacht van niet. Misschien hebben ze ons nog een keer nodig. Onze liquiditeitspositie is er bovendien zeer op vooruit gegaan. Daar kunnen we morgen al de vruchten van plukken. En de brave Fuller? Fuller krijgt salarisverhoging. Vanaf heden. Maar... als hij gewetensbezwaar heeft... Dan praten we dat gewoon uit zijn hoofd. Talent moet beloond worden. Deze jongen wordt versneld ingezet op het verticale vlak. En zo maakt hij een bliksemcarrière. Grim, hier Jobber. Je kunt meteen doorgaan met de berichtgeving. Stop er maar in wat je nodig hebt. Oh ja, en nog even dit. Stuur me alle bandjes van Fuller, nu meteen. Alle vijf. Wat ga je daarmee doen? Daar zit schitterend materiaal bij voor reclameboodschappen. Je moet er gewoon de goede passages uithalen. Knippen, plakken, samenvoegen. In elke goede montage vind je wel een stukje waarheid. Zo maak je slogans. Ik zal er voor de goede orde met monsieur over praten, maar hij zal het zeker goed vinden. Wil je wat drinken? Ja, graag. We hebben het wel verdiend na zo'n dag. Alsjeblieft. Dank u. Op de toekomst van ons netwerk... Op de toekomst van de directe uitzending. Radio Alpha. Hij heeft tot nu toe aan één stuk doorgelopen. Verrekt kalm voor iemand die pas iets dergelijks heeft gedaan. En dat met die hitte, midden op de dag. Nu krijgt hij dorst. Hij loopt langs een bar. Staat eerst nog wat te aarzelen. Maar hij kan niet meer. Hij kan niet meer. Dus hij gaat naar binnen. Ja, hij gaat naar binnen. Hoe kan hij ook anders? Hij neemt het risico. Hij weet dat alleen Publisoda zijn dorst kan lessen. Publisoda. Ja, een genot na een inspanning. Publisoda. Ja, een moorddadige frisdrank.